Ik ben Tamar Nijsten. Ik ben voorzitter van het Kankerinstituut van het Erasmus MC. En sinds een aantal jaar, vanaf 2021, hebben wij een patiëntadviesraad opgezet. En de bedoeling was eigenlijk om te kijken of we patiënten beter konden betrekken bij ons beleid. Zowel in de zorg als onderwijs als onderzoek. En deze patiëntenraad dient er eigenlijk voor om ons te kietelen, scherp te houden. En soms op onze zwarte vlekken te wijzen. En ik ga vandaag met Frank Hermans, die de voorzitter is van onze adviesraad, in gesprek. Om te laten zien hoe hij dat ziet en hoe de patiëntadviesraad het Erasmus MC Kankerinstituut kan helpen. Frank, welkom in de binnentuin in het Erasmus MC. Dankjewel. Toen wij dus bezig waren met het idee van een patiëntadviesraad, toen kwam jij eigenlijk snel bij ons in gedachten. We wisten dat je hier patiënt was geweest en dat het eigenlijk goed met je ging. En dat je een ook ervaring had om en de durf had om een kritische rol op je te nemen. Om een centrale rol als voorzitter te nemen in onze patiëntadviesraad. Hoe was het voor jou toen wij jou daarvoor vroegen? Wat heeft je bewogen om daar ja tegen te zeggen? Nou, ik was inmiddels zelf 11 jaar patiënt in de, voorheen in de Daniël de Noot kliniek. Later in het Erasmus Kankerinstituut. En toen mij gevraagd werd of ik belangstelling had om de zorg voor patiënten met kanker op een hoger plan te brengen, althans daar een bijdrage aan te leveren, toen heb ik daar volmondig ja tegen gezegd. Toen heb ik in eerste instantie een uitwerking gemaakt van de ideeën die ik had over een adviesraad. En vervolgens zijn die ideeën enthousiast omarmd door het bestuur. En ben ik ook gevraagd om voorzitter te worden. En toen zijn we aan de slag gegaan. De adviesraad is een combinatie van patiënten, maar ook van professionals, beroepskrachten uit het Kankerinstituut. En op dit moment werken we op een hele plezier samen. We geven gevraagd en ongevraagd advies. En dat gaat tot op dit moment goed. En we adviseren de zorgverleners op allerlei gebieden. Kun je daar een paar voorbeelden van geven? Altijd met het welbevinden en welzijn van de patiënten voorop. En dat is natuurlijk heel positief. En dan moet je denken aan het gebruik van de nieuwe patiëntenapp die in ontwikkeling is, hè, waar wij dus over geadviseerd hebben. Je moet denken aan het meedenken over de inhoud van vragenlijsten, bijvoorbeeld over de palliatieve zorg in de laatste levensfase. Daar hebben we dus een bijdrage in geleverd. De medisch-ethische toetsingscommissie heeft een beroep op ons gedaan om mee te denken over ethische dilemma's. Nou, ze weten jullie echt te vinden. En ze weten ons echt te vinden. En daarnaast ook bijvoorbeeld over de communicatie tussen het Kankerinstituut en de patiënt. Bijvoorbeeld via de narrowcasting in de wachtgebieden van de polyklinieken. Dus het is wat dat betreft heel divers en veelomvattend. Ja, nou, het is mooi om te horen dat jullie echt wel je plek hebben weten te vinden. En dat je vanuit daaruit kun je alleen maar verder uitbreiden. En ik denk dat het heel goed is dat jullie aangesloten zijn bij de organisatie brede ontwikkelingen, zoals digitalisatie, et cetera. En daar is jullie input denk ik echt heel belangrijk. Ja, en van ons uit stellen we dat ook erg op prijs. Ik denk dat voor veel mensen misschien ook wel de vraag is van, we hebben aan de ene kant een patiëntadviesraad, hè, waar wij nu zitten, maar er is ook een cliëntenraad. Kun jij toelichten hoe die zich tot elkaar verhouden of hoe die juist elkaar aanvullen? Ja, dat is een vraag die ik vaker krijg. In de eerste plaats staan wij natuurlijk als adviesraad opgesteld uitsluitend voor de patiënten met kanker en voor het Kankerinstituut. Daar waar de cliëntenraad van het Erasmus MC de belangen behartigt van alle patiënten van het ziekenhuis. Alle zorginstellingen in Nederland hebben een wettelijke verplichting om een cliëntenraad te hebben. Die hebben dus een formele rol. En die formele rol die hebben wij niet als adviesraad. Want wij zijn opgericht op initiatief van en op advies van van het Kankerinstituut zelf. En dat betekent dus dat wij ook van daaruit de cliëntenraad bevolkt hebben met zowel cliënten, patiënten, als met professionals uit het ziekenhuis.
Ja. Met de bedoeling om samen met patiënten de zorg voor patiënten met kanker te optimaliseren. En die informele rol, hè, in tegenstelling tot de cliëntenraad die jullie dan wel hebben, geeft die dan meer vrijheid en meer ruimte om ook dat ongevraagde advies te geven bijvoorbeeld? Ja, dat vinden wij wel. Dus we geven zowel gevraagd als ongevraagd advies. Ja. En dat is ook welkom, merken wij. Is het als patiënt niet soms moeilijk om die persoonlijke ervaring, hè, dat is natuurlijk jullie waarde, maar aan de ene kant ook jullie valken, omdat die persoonlijke betrokkenheid maakt het soms ook emotioneel geladen, maakt het letterlijk heel persoonlijk. Maar tegelijkertijd zijn dat wel de meest waardevolle ervaringen waar wij op kunnen bijsturen om de zorg te verbeteren. Maar het is ook voor ons een aandachtspunt, hè, dus om ervoor te zorgen dat het niet zozeer in de individuele sfeer wordt betrokken en op je eigen ziektebeeld wordt betrokken, maar dat we daarop abstraheren, dat we dus daar bovenuit proberen te kijken naar de algemene tendensen. Maar dat is dan een belangrijke rol voor de voorzitter. Nou, en dat lukt denk ik vrij aardig. Kijk, we zijn natuurlijk nog wel zoekende, omdat we ook jong zijn. Maar op dit moment denken we onze positie binnen het Erasmus Kanker Instituut best al op een behoorlijk niveau te hebben. Zit er genoeg diversiteit in de raad, hè, zodat je ook jonge mensen, hè, wat wij de AYA's noemen, bijvoorbeeld vertegenwoordigd zijn, of mensen met een migratieachtergrond. Zie je dat is dat mogelijk om dat zo gemêleerd samen te stellen? Ja, nou, het laatste is nog wat moeilijk. Daar zijn we uiteraard wel naar op zoek. Er zitten twee AYA's in de raad. Maar anderzijds zijn we natuurlijk wel op zoek naar zo groot mogelijke diversiteit. Althans, dat is onze droom ook wel. Ja. Hè, om zo breed mogelijk wat dat betreft de mensen vertegenwoordigd te hebben. Kun je toelichten welke patiënten nog vertegenwoordigd zijn in de adviesraad? En is het gemakkelijk voor jou om daar mensen voor te vinden om jou bij te staan? Tot op dit moment wel, hoewel we de raad nog best wel willen uitbreiden. Maar, dus het is eigenlijk ook een klein beetje een oproep naar de mensen om te kijken of die zich nog kunnen aanbieden. Ja, want we zijn op dit moment met 9 leden, waarvan 6 patiënten en 3 professionals uit het Kankerinstituut. En we zouden eigenlijk de adviesraad nog best willen uitbreiden. Dus ja, als u belangstelling hebt, als u een warm hart hebt voor de patiënt met kanker en voor het Kankerinstituut en u bent bereid een waardevolle bijdrage te leveren aan het werk van de adviesraad, dan zouden we u willen vragen om contact op te nemen via het contactformulier op onze website. Nou, ik denk dat wij als Kankerinstituut heel erg blij zijn met alle inzet die jullie leveren en met jou als voorzitter heel voortvarend van start zijn gegaan. En we hopen dat we daarop verder kunnen borduren in de komende periode. Ja, nou, dat hoop ik ook. Dus we hebben wat dat betreft hetzelfde belang. Oké, dankjewel voor het gesprek. Okay, ja, jij ook bedankt. Okay.